De olijke tweeling heeft zich gemeld. Lynn en Julie. Op vrijdag de 13e. Ongelukje? Nou, in ieder geval wisten vader en moeders van niks. Ja, wat gebeurde? We hebben oud bier verborgen via de Valkenberg. Dat zijn rond 2 uur wat vertoes. En om 4:30 heb je toch wel echt boekpien. Maar je dacht dat het in de blinde darm hoor. Maar dat hoort het niet. Het komt zelden voor, maar het kan dus. Zwanger zijn zonder dat je het weet. Papa en mam hadden zich nog zo goed voorbereid. Niet op gezinsuitbreiding, maar op de vaste lovend. En daar komt dus weinig van. Vader Werner maakt het inmiddels ook goed tussen de 5 dames. Inmiddels wel, maar dat heeft wel even geduurd. Ja, want ja, het is een geweldig geschenk, maar het was natuurlijk totaal onverwacht. Die heeft echt niks gemerkt, man. Helemaal niks. Niks in de gaten gehad. Geen hormonen. Gewoon niet lastig. Niet lastig als lang is. Nul. Dus het is ook heel raar en dat vroegen jullie zich ook af. En logisch. Niks gemerkt. Er was dus geen kinderkamer, er stonden nog geen wiegjes klaar. De tweeling had zelfs nog geen naam, want niemand wist dat ze eraan kwamen. De twee dochtertjes uit een eerder huwelijk van Werner pakken het cadeautje van L1 uit. Daar is trouwens geen gebrek aan. Aan kleertjes. Lynn en Julie worden overspoeld met spulletjes van vrienden en familie. Genoeg voor nog meer baby's, zeggen ze. Dat is niet echt de bedoeling, maar je weet maar nooit.